is heel moeilijk, hè. Pak het marktboek maar. Het stikt van de markten in deze periode. Het maakt niet uit waar je komt, overal is kerstmarkt. Wil je dan ook nog kooplieden hebben die voldoen aan het thema kerst, dan wordt het helemaal lastig. Dus kie is op tijd beginnen, hè? Kramen niet te duur, gewoon een klein prijsje vragen. En flink promoten moet je. Dan kan het zeker, zeker. 3 jaar terug hebben we een kerstmarkt in Enkhuizen gedaan. Ik dan. Die was geweldig. Super, niks mis mee. Maar waarom het nou al een paar jaar niet lukt, ja. Dus het zou onder andere de promotie wellicht te weinig geweest. Ik moet zeggen, ik heb zelf bijna geen promotie gezien op 1 poster na in de stad. Ja, ik heb ook weinig gezien. En dan ben ik toch beroepsmatig alle sociale media aan het scannen. De huis- en huiskrantjes worden hier niet goed verspreid, dus dat heb ik niet zoveel van meegekregen. Maar nee, ik vond het ook tegenvallen. Ja. Nee, maar een kerstmarkt is zoveel meer dan shoppen. Dat is gezellig. Mijn mening over markten in Enkhuizen is dat je hebt de Westerstraat, hè. Daar gaan heel veel mensen op straat lopen en die vinden dat gezellig. En daar gaat het om. Het is gezellig. Ja, dat is het stadshart van Enkhuizen. Dat heeft ook de uitstraling, is er? Ja, oh ja, Enkhuizen heeft zoveel. Zo verschrikkelijk veel. Het Zuiderzeemuseum, Sprookjes Wonderland. Dat moet je er allemaal bij betrekken. Want daarmee onderscheid je van andere steden in de regio. Je moet niet de concurrentie aangaan. Je moet het onderscheid zoeken. En de kraampjes verplicht voorzien van kerstentourage op zo'n evenement? Ja, maar dat kun je alleen vragen als je er ook wat tegenover stelt. Wat zou de oplossing zijn? En ben jij daar misschien de geschikte persoon voor? Nee, want... Ja, maar dat zeg je niet van jezelf. Nee. Nee, ook. Ja, de afrondende vraag is, heeft een kerstmarkt toekomst? Ja, mits je samenwerking zoekt, krachten bundelt, alle passende evenementen bij elkaar bundelt en als een geheel naar buiten gaat, dan heeft het zeker toekomst. Ja.